Er is grote interesse van ambtenaren om mee te doen aan de hogere beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement. Omdat niet alle belangstellenden geaccommodeerd kunnen worden, is er een lotingssysteem geïntroduceerd. Dit zegt minister Brontose Mohardjo van Binnenlandse Zaken. Hij vertelt waarom er voor dit systeem is gekozen. Er waren iets van 220 geïnteresseerden in onze hbo-ambtenaaropleiding. Wij hebben nu plaats voor 80 studenten. We hebben het afgehoopt van 60 naar 80. En dan moet je om in het kader van transparantie, in het kader van openbaarheid, moet je een loting trekken. Dus vandaar de numerus fixus. Somohadje zegt dat meer dan 230 ambtenaren zich hebben aangemeld voor deelname in Paramaribo alleen. De loting is een manier om iedereen een gelijke kans te geven om toegelaten te worden. In het verleden werd er anders gedaan. In het verleden werd er bepaald door enkele personen wie deel mocht nemen aan de opleiding. En daar was veel commentaar op, terecht commentaar op. En de huidige leiding van het ministerie heeft besloten om dat anders te doen. Wij hebben dat besloten via numerus fix te doen, zodat iedereen de kans heeft om deel te kunnen nemen aan de hbo-ambtenaaropleiding. Ondertussen zeggen wij de mensen toe dat wij steeds meer gaan verruimen. Wij gaan werken aan de infrastructuur van de opleiding. We gaan kijken naar grotere lokalen, naar meer docenten. Maar belangrijk blijft, wij moeten de kwaliteit van de opleidingen bewaken. En dat is de reden ook dat we niet alles in één keer konden opengooien. De opleiding begint in november en het duurt 4 jaren. De mensen die vandaag zijn ingelood mogen zich al inschrijven. De minister zegt dat met de nieuwe ontwikkelingen de ontevredenheid over de mogelijkheid tot deelname tot het verleden zal behoren.